We zijn hier vandaag om het rapport in ontvangst te nemen van de UNESCO-commissie Nederland. En de UNESCO-commissie die gaat over het beschermen van ons erfgoed. En die blauwe schildjes die kennen we allemaal wel. Maar hoe dat dan onderhouden wordt en wie daar verantwoordelijk voor is, dat weten we als gewone voorbijganger eigenlijk niet. Maar wij als verantwoordelijke politici zien wel dat we er wat mee moeten doen. En dat heeft die commissie nu in dat rapport aangebracht van wat moeten we dan doen? Nou, dat rapport is belangrijk omdat het een aantal aanbevelingen geeft waar je moet beginnen. Wie is er nu verantwoordelijk voor wat? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Is er nieuw erfgoed bijgekomen? Want erfgoed is niet statisch. En waar staat het dan precies? En is het op orde? En is het voldoende beveiligd? Zodat het ook voor volgende generaties of voor oorlogen of de nieuwe vorm cybercrime of bekladden van monumenten, wat nu heel erg actueel is, is het daartegen beveiligd? Nou, wat ik met het rapport kan, is het goed lezen en de aanbevelingen bekijken en kijken of het klopt en aan de minister vragen, mevrouw van Engelshoven, wat zij met dat rapport denkt te doen. Dat is ook mijn taak.